woensdagmorgen en er is in ieder geval iets tussen het hek gestopt. Kijk, dat is beter dan in de brievenbus met dat wespennest. Er is een derde zonnebloem nu echt open. Op een paar zijblaadjes na. En vandaag, om Paul te helpen, me even hierop geconcentreerd met onkruid vrijmaken. Dat we in ieder geval hier dus ruimte hebben om een boom te planten, maar ik kom niet verder dan dit met spitten. Misschien werkt het nog om er wat water in te gooien en omheen te gooien, dat de grond dan iets zachter wordt. Dat heeft Paul van de week zelf ook gedaan natuurlijk. Ik weet niet, maar in ieder geval is de grond keihard. Ik stop ermee voor vandaag. Ik ga het niet meer proberen met water. Ik vind het genoeg geweest. Ik ben leeg. Gefeliciteerd trouwens aan mijn zusje en zwager. En aan het andere koppel die ik ken. Mijn zusje en zwager vandaag 4 jaar getrouwd. Het andere koppel 2 jaar. Dus zometeen eventjes proosten daarop. Ik heb even 2 schilderijtjes gewisseld. Die foto van mij met de hondjes op de bank. Heb ik gewisseld met die van Koosje en Lientje. Dan hangen er dus 2 door mij geschilderde schilderijtjes bij elkaar. En daarboven dat gedicht wat ik op een tegel heb laten afdrukken. En woensdagmorgen ben even het werk van Paul laten zien. Die is hier dus gisteren in de keuken verder aan het plaktegelen geweest. Eigenlijk de hele keuken, dus zitten ze nu op, behalve aan deze kant. Waarschijnlijk laten we dit ook zo. Gewoon 3 wanden met die plaktegels en 1 gewoon geverfd. Wat zei je nou net? Waar blijft de brandweer? Maar ik bedoelde eigenlijk de post. Paul constateerde net dat er een aantal wespen water komen drinken en dat sommige ook op het water blijven liggen. Betrapt, Koos. Eerst was het Spooky die hem open deed vandaag en nou lig jij erin, hè? Kom er eens heel snel uit, mannetje. Kom. Kom er eens uit. Nee, hè. Luisteren doen we niet, hè. Vanmiddag hier nog weer een beetje aan het onkruid bieden geweest en deze 2 stenen hier neergelegd. Die lagen ook allemaal in de buurt. En hier nog een klein beetje aan het onkruid wieden geweest. Oh, daar zit een mooie libel. Wauw. Waterjuffer of libellen. Maar ik zag vandaag dat deze knop open is in ieder geval ook. Hij zit hier nu heel dichtbij. Mooi hoor. En er staan nog het een en ander aan kroten natuurlijk ook in. We hebben in ieder geval vanavond krootjes gegeten. De kroten die we er in de afgelopen tijd hadden uitgetrokken. Dat was wel heel lekker. Hier was ik eerst al bezig geweest vanmorgen. Hier is nu ook echt zo goed als onkruidvrij. Je ziet hier en daar nog wat kleine dingetjes, maar zo goed als. Oh, die kan ik er gelijk wel even uittrekken, deze. Die heb ik even over het hoofd gezien. Maar goed, in ieder geval zo goed als onkruidvrij dus. Echt waanzinnig. Wat een dikke steel heeft hij. En hierachter ook nog een beetje bezig geweest. En ik heb water in het kuiltje gegooid. En daarna kon ik in ieder geval wat dieper graven. En toen heb ik er weer water in gegooid. Het helpt dus wel een klein beetje in ieder geval om iets dieper te komen. Nu is hij nog ietsjes dieper. Maar volgens mij wil Paul hem nog dieper hebben. Paul moet het eigenlijk niet doen met zijn knie, voelt hij al. Maar een klein stukje is hij toch nog aan het proberen. Maar ik stuit alweer op een baksteen. Maar goed, hij is in ieder geval een stukje dieper dan gisteren. Dat wel. Ja.
Dus het heeft wel het degeneffect gehad, dat water, een paar keer erin. Zo, weer een soort van pad naar achteren. En hier nog wat onkruid weer gewiet. Maar hier komt nu toch ook echt wel dat een en ander nog weer boven van de blije bijen bloemenmix, zeg maar. Het is ook echt heel mooi deze. Het is meer oranje, maar door de lichtval zie je het op de camera niet goed. Maar het is een oranje bloempje. En dit is wit met een geel hartje. En dit is paars met een wit hartje. Dus er is wel het een en ander toch wel opgekomen. Gelukkig. Er zijn nog flink wat wespen over, gelukkig. De wespen in de brievenbus zijn plat gemaakt, we weten niet door wie. Maar er zit nog flink wat. Ik zag vandaag ook een libel of een waterjuffer. En Paul zag er gisteren al een kever uitkomen. Dus het is flink drukjes. En Paul heeft hem op een gegeven moment een beetje ook bijgevuld, het water. Want het verbaasde me al dat er nog zoveel water in zat. Hij heeft hem op een gegeven moment bijgevuld, dus met water uit de put. Toen hij het nog deed, zeg maar. Toen we nog water konden pakken vanuit de put, bedoel ik. En er loopt hier een rupsje. Er zat eerder vandaag ook al een rups op mijn been trouwens. Ik ben met stenen aan het sjouwen geweest op verschillende plekken. Onder andere hier, aan het begin van de tuin. Voor dit pad. Naar de kastanjeboom toe. Maar ook hier liggen nu twee stenen. Bij de andere bomen, zeg maar. En hier vooraan heb ik ook hetzelfde gedaan. En hier heb ik extra stenen bij gelegd. Het een beetje aangepast. Om de lampjes, om de beeldjes te verlichten dus. En hier is het pad aangegroeid. En er is weer het een en ander aan onkruid weg. Hier zo. Dus dat is ook heel mooi. Dat is hier bij dat gat. Aan de zijkant daarvan. En Paul heeft er een opruimdagje van gemaakt. Wat ook heel nuttig is. Dit zag ik trouwens ook nog. Druivenstruik heeft een van de takken van de, hoe noemen we het? Nou ja, afgezaagde lange tak of zo. Die ik als boom heb geplant, zeg maar. Te pakken. Dus wel grappig om te zien. En soms baal je echt dat je het fototoestel niet bij je hebt. Toch, mijn schoon? Nou, soms wel. Ja. Want Lucky was alweer verdwenen, dus het zakje Felix ging naar Blackie. Ja, ja. Ja, die had het wel door. Dus de kids kwamen uiteindelijk meesnoepen. Ik deed de caravan deur open. Ze waren echt vlakbij me. En één zwarte en tijgertje hadden totaal niks in de gaten tot ze klaar waren met eten. Toen hadden ze het wel door. En toen waren ze ook heel snel weer verdwenen naar de zijkant. Maar ik zat echt de eerste rang, zeg. Of ik stond de eerste rang. Echt vlakbij mijn neus. Dat ze aan het eten waren. Paul heeft het gat nog wat dieper gemaakt en water erin gegooid. En ga nu toch maar de framboos planten, want die holt achteruit in die pot. Denk een langpootmug of zo. Er zat een diertje vast in het water, maar de plant heeft doorns, dus dat wordt heel interessant. Ja. Framboze plant is dit. Om er zand in. Ja, zo is hij voldoende opgevuld weer het gat. Zo kan hij voldoende opgevuld worden. Zo.
Nee, maar hij was voldoende opgevuld, bedoel ik, voor je hem erin zet, dat hij niet verdwijnt. Ja. Paul gaat toch ook nog maar even de bessenstruik planten. Hij heeft nog even een gat gespit. Zeg maar, naast, met wat tussenruimte uiteraard, naast de... Wat was het? Framboos, zei ik net. Volgens mij. Maar in ieder geval op dezelfde lijn. Dus heel fijn dat hier het onkruid al weg was vandaag. Je hebt even zand of zo gepakt voor in het gat, zei je? Ja. Oké. Hier is nog wat water erbij, zo te zien. Kom maar nog vrij hard dit, maar... Ja. Alleen even de plant nog pakken. Ja. Daar komt de plant aan. Oké. Vast in de rotte. Zo te zien heeft Paul letterlijk de pikhouwiel gepakt. Ja. Vrijdag morgen en even het resultaat van Paul's harde werk bij daglicht. We moeten dus alleen nog even spul omheen tegen het onkruid en zo. Misschien wat stenen, maar dat hoeft niet per se. Dat zien we wel even. En waar het vanmorgen even regende, is het nu bijna strakblauw. Het pad is vandaag in ieder geval aangegroeid, een klein beetje, op deze plek. Maar ook op deze plek is hij verder gegroeid. Ik heb tussendoor nog even het handhakkertje gebruikt, om het heel klein beetje te egaliseren. En verder ben ik hier nog weer aan het hakken geweest. En inmiddels zijn er flink wat wolken weer te zien. En waait het bij vlaag ook harder. Daarna zwakt dat weer af. De zwaluw leek iets lager te komen net, maar ik weet het niet. Nu zitten ze weer wat hoger, geloof ik. Dus. Ondertussen groeit dit ook gestaag door. De ene iets sneller dan het andere. Ja. Het groeit in ieder geval door. Ik heb hier vanmiddag ook nog een beetje onkruid zitten trekken trouwens. Ik nam alleen een klein stukje van de hop mee. Van een van de uitlopers. Maar goed, dat ging echt niet expres. En ik neem aan dat ik dat wel overleef. Dat hoop ik tenminste. Nee, tijgertje. Deze twee zijn nu, eigenlijk deze, de voorste, en deze zijn nog een beetje aan het uitbloeien, maar er bloeien er nu in ieder geval vijf hiervoor aan. Dus twee nog niet. Ik zie nu pas dat dit er ook eentje is met meerdere koppen. Nee, meisje. Paul? Tijgertje heeft het meeste lef. Want ik zag één of twee zwarte wegschieten. Tijgertje bleef wel op het... Ja, die wou wegschieten, maar die bleef toch zitten op het kussen, zeg maar. Je bleef zo kijken van wat moet je. Toen ik langs liep net. Dus tijgertje heeft gewoon het meeste lef. Ik heb het vlees maar even voor de deur neergezet. Twee van de drie zaten net mee te eten. De ene stopt er alweer mee. Maar... Ja, nummer vier ontbreekt weer. Maar dat is echt heel vaak, zei ik al. Het is volgens mij wel de laatste geborene van het nest die hier nu binnen zit.
Die is volgens mij echt het kleinste, maar misschien lijkt dat me zo. Interessant, op deze zaterdag vindt onze printer dat het nodig is om uit zichzelf wat te gaan doen. Ja. De beide computers zijn uit, geloof ik zelfs, hè? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Dat hij naar de keuken zou komen. En Wilma zat net in de bank, maar die is uiteindelijk ook gewoon zelf eruit gekomen. Oh, ga je weer terug, Koos? Dat is mooi. Is Poekie daar nog ergens? Ja. Oké. Okay. De oorzaak van de zelfwerkende printer vanmorgen was een hiccupje. Oftewel een klein momentje zonder stroom. Dan gaat hij daarna weer opnieuw terug op, staat hij namelijk. Paul heeft weer even lampjes gekocht vanmiddag. Dan ga ik hem even een beetje verdelen, maar niet allemaal denk ik. Een aantal. En weet je hoeveel ik er nog over heb, Paul, van die lampjes? Nee, geen één. Twee. Je hebt er nog meer nodig. Nou, kan, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval heb ik er nog twee over. Maar ik ben er eigenlijk, kom ik nog wel iets te kort. Maar het hoeft niet per se meer 12 te zijn natuurlijk. Hoewel, het is al wel handig, maar in ieder geval heb ik er nog twee over. Er zitten nu alle vier erbij, maar waar de ene toch beduidend kleiner is, is er dus ook een die beduidend groter is. Nee, bijna afgehaald is het wel een kitten van blokje, maar ze zaten alle vier op een gegeven moment bij er om te drinken, geloof ik. Dus ik ga er maar even vanuit van wel. En die ene is echt al een flinke aan de maat. Blijft het toch lief om te zien, hè. De vierde kan ik even nu, daar achter Blackie, ja. Het is overigens zondagochtend. En hier gaan er, nou deze was al open, deze knop, maar ook een aantal van de andere knoppen staan nu geloof ik op het punt om uit te komen. Het was vannacht echt een complete wolkbreuk, maar er is nu al niet zoveel van meer van te zien. Het ziet nog wel een beetje vochtig te aarde, maar ja. In ieder geval zo de tweede Pfizer inenting halen. Het blijft ook een heel mooi gezicht, al die bloemen zo aan die vlinderstruik. Een aantal zijn er al bijna uitgebloeid. Maar dit ziet er dan echt wel weer heel leuk uit. Tweede Pfizer zit erin. Dus eigenlijk weer onmogelijk eng met iedereen die ik moest passeren. Maar ja, goed. Ik heb mijn mondkapje weer opgehad. Mijn plastic mondkapje eroverheen. Mijn plastic spatscherm ervoor. Mijn capuchon. Van mijn hoodie eroverheen. Handschoentjes aan. Dus ik heb er echt wel alles aan gedaan. En wat dat betreft moet ik er ook op vertrouwen dat het goed zit. We zijn nu even bij Deschina. Eventjes over het meer heen kijken. Dan gaan we zo gelijk terug. En Paul ziet iets, geloof ik. Of niet? Wat is dat? Daar zit hij achter de paal. Wat was dat? Er komt een vogel hier gewoon. Ja, dat snap ik. Nou ja, goed. Paul die zag een vogeltje aan de andere kant. Maar even genieten en dan door naar Shomo. De day after, oftewel de dag na de tweede prik. Mijn temperatuur was vanmorgen 38,8 en uiteindelijk werd het 38,9 en kreeg ik ook echt steeds meer hoofdpijn, dus toen was ik het zat. Toen heb ik gewoon paracetamol ingenomen en daardoor is mijn temperatuur nu 37,2. Dus dat is wel heel fijn, maar we weten wel dat het door de para komt. Paul, nergens last van, hè Paul? Nee, alleen als je arm beweegt. Moe. Ja, dat moe. Moe, maar goed, verder als je arm beweegt, hè? Alleen een beetje. Ja. Maar verder niks aan de hand, dus dat is zo mooi. Even kijken, 4, 5, 1. De eerste keer had ik ook nergens last van natuurlijk. Alleen mijn arm en licht hoofdpijn, maar goed. Ik ben niet de eerste die van de tweede wel last krijgt en van de eerste niet, dus dat scheelt. Er lag een kleine groene noot op de grond. En als je dus de groene schil eraf haalt, dan blijft dit over. Die moet je dan ook nog eens open zien te breken volgens mij.
Ik geloof niet dat dit eetbaar is namelijk. Wat een schattige bloempjes. Die ontdek ik nu net hier in de tuin. En ik kwam er vanmorgen ineens achter dat hier aan de voorkant van het huis ook spontaan een zonnebloem is gekomen. En we hebben hier niet eens vogels gevoerd. Dus toch er naartoe gewaaid. We gaan het uitzetten. Paul is in ieder geval een aantal stappen verder nu met de boiler. En die gaat ze. Praat op de hete afdeling. Het is nog niet heet. Oké. Moet eerst nog een stekker in elkaar gezet worden, geloof ik, toch? Ja. En dan kan hij het heet maken, zeg maar, met water. En dan gaat hij het heet maken als je die stekker. Dan gaat hij het water koken, ja. Nou ja. Heet maken. Zo heet als jij hem wilt hebben, natuurlijk. Nou, Paul moet hem nu weer helemaal leeg laten lopen, want er is waterlekkage. Hoe kom je daar nou aan, Paul? Ja, ik heb die warm waterlijn nooit kunnen checken omdat er nog geen boiler op zat. Alleen die boiler, ik heb mijn water aansluiting in de boiler een beetje ongehandige plek gemaakt, komt nu ook. Boiler zit ervoor. Maar goed, we zijn ondertussen dus druk bezig. Tenminste, Paul dan toch. Ik kan hem helaas hier niet bij assisteren. Oké, geweldig. Ja. Vanaf een uurtje of drie had ik al het idee dat mijn temperatuur weer opliep. Maar dat klopte wel. 38,3 was hij net. Zo'n 6 uur na de eerste para. Dus ik heb maar even een nieuwe dosis tegenaan gegooid. Op dit moment is het in ieder geval iets minder hoog dan vanmorgen. Maar dat zegt natuurlijk ook helemaal niks. Ik bedoel, voor hetzelfde geld is het vanavond ineens weer hoger of zo. Meestal 's avonds trouwens. Maar het kan ook meevallen, ik weet het niet. Gewoon echt even uit elkaar halen om hem te legen. Ja, dat werkt heel goed. En Paul kwam erachter dat de katten dus draadjes losknagen van de solarlampjes. Dus hij heeft ze maar even hier gehangen aan de bovenkant. De lekkage lijkt opgelost te zijn nu. Ja, lijkt wel, ja. En dan ga je de stekker erin steken, hè? Ja, en dan is de pan erop zetten. Dat kan ik dus net niet filmen, want Paul zit er zelf volledig voor. Oh, er gaat nu wel een lampje branden. Ja, even op economisch zetten. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Paul gaat nu de kraan openen. Er zou dus warm water uit moeten komen. Koud. Ja, ja, het is warm. Ja? Ja, ja, heet zelfs. Oké. Okay. Ja, ja. Hij doet het. Dinsdagmorgen en ik kom er net achter dat bij deze bijna uitgebloeide zonnebloem ook extra knoppen zitten. Want bij die daar verderop wist ik dat al. Maar hier niet. Hier wist ik het nog niet van. Die is flink uitgebloeid die daar staat. Die andere doet het nog goed. Dus. En mijn temperatuur was vanmorgen 37,1. En dat was zo'n beetje 7 uur nadat ik paracetamol in had genomen. Dus als het goed is was die uitgewerkt. Toen werd het uiteindelijk alweer 37,4. Dus ik weet het niet, ik houd het in de gaten. Maar het begon in ieder geval een stuk beter als gisteren gelukkig. En ja, als het te hoog wordt dan slik ik wel weer opnieuw. Maar kijk wel even, ik hoop dat het niet nodig is. We hebben een prepaid Hongaarse mobiel gekocht, maar ik denk wat ben je toch aan het doen? Wat heb je in je handen? Maar dat is dus een mobieltje. Woensdagmorgen en ze zaten alle vier verstopt onder de pallets in de voortent. In eerste instantie lagen er nog één of twee op het dekbed. Misschien tijgertje ook nog wel, maar dat kon ik van binnenuit niet zien. Maar op een gegeven moment waren ze al vrij snel verdwenen. Toen zag ik helemaal niks meer, maar toen bleken ze dus hier allemaal te zitten. Al zag ik dat niet, pas toen ik het eten neer had gezet. Gistermiddag uiteindelijk toch nog weer 38,3 met temperatuur. Maar ik voelde me zo goed dat ik zoiets had van ik ga geen para slikken als ik me zo goed voel. Dus dat heb ik ook niet gedaan.
Uiteindelijk gisteravond was het uit zichzelf, waarschijnlijk met hulp van het open raam, gezakt naar 36,8, dus dat was helemaal top. En vanmorgen was het 36,9, dus ook nog helemaal top. En nu verder maar weer afwachten wat er gaat gebeuren. Alleen de prikplek gloeit. En daaronder gloeit het ook. Alleen dat zie je niet echt dat het rood is daar. Maar een flink stuk onder de prikplek is het wel ook rood. En gloeit het. Dus, maar mijn zusje had het allebei de keren zo'n plek. Dus wat dat betreft gaat vanzelf weer over. Deze sticker heb ik net even opgehangen. Het is eigenlijk een schakelaarsticker, maar hij kan ook zo gewoon op de muur. En ik heb vanmorgen daar weer wat onkruid al weggehaald. Ook nog niet veel hoor, maar energie zit er nog niet heel veel in. Maar goed, Paul komt tegen 10:30 zijn bed uit. Dus daar zit ook nog geen energie in, dus dat scheelt. Net nog even buiten bezig geweest met onkruidwieden. Net als vanmorgen, maar nee, ik moet echt nog even heel rustig aan doen. Dus dan doen we dat maar. Maar ik kon Lucky eindelijk weer eens een keertje vlees geven. Kwamen de twee van de drie kleintjes mee eten. En de derde durfde niet en de vierde zag ik niet. Maar die kwamen met Lucky mee eten. Hi, Moppie. Hi, hi. Moet je ook even in beeld, schat? Ja. En Paul is bij de buren even aan het helpen met een elektriciteitsprobleempje. Ik weet niet of het hem lukt, want Paul kan heel veel, maar er zijn ook dingen die buiten Pauls vermogen gaan. Ik weet het niet of die kan helpen. Ik hoop het. Eén extra knop is nu goed aan het uitkomen inmiddels. De rest komt ook rustig aan een beetje, maar die begint nu duidelijk. Inmiddels regen, vanmorgen ook wel wat gespetterd, maar nu wat harder. En Paul die zei dat hij dus hier in de buurt even aan het helpen is, want ik dacht dus dat er bij de buren thuis problemen waren, maar dat bleek niet waar te zijn. Het is hier vlak in de buurt dat er iets aan de hand is, dus daar is hij nu even bij aan het helpen. En ze bleken er met z'n tweeën bezig te zijn en er gewoon echt niet uit te komen. Dus ze weten nu in ieder geval wat het probleem is. Het is alleen nu niet op te lossen, maar gelukkig weten ze nu dus wel wat het probleem is. In een ander stukje van de tuin zag ik net in ene keer een lichtbruin kikker wegspringen. Maar ik had de camera niet bij. Maar ik zie hier dus wel dat het druivenstruik nu door de kastanjeboom heen gaat groeien. Daar ben ik dus niet blij mee. En de andere boom, de notenboom, houdt hem aan de bovenkant al ongeveer tegen ook. Dus, tenminste hier houdt hij hem tegen. Dus daar moet echt wat aan gebeuren in oktober. We zijn nu aan het gieteren, maar de spruitplanten doen helaas echt heel weinig meer. Deels denk ik door de koolwitjes. Maar vooral ook door de droogte. Want ook die bui vanmiddag duurde maar heel kort. En we hebben natuurlijk een aantal dagen niet kunnen gieteren. Omdat we er gewoon allebei even niet toe in staat waren. Maar goed, we gaan nu weer doen wat we kunnen. Om bomen en gewassen nog te redden. Donderdagochtend en opnieuw stralend weer. Het is stil bij Desje daar, maar ik heb mijn bescherming niet bij. We zijn eventjes hier gestopt, even via de andere kant rijden we even terug naar Schermerdor vanuit Kapperswaar. Yes. Dus ook al is er maar één autobestuurder, ik ga er niet uit zonder bescherming. En dinsdag was mijn moeder jarig, dus gefeliciteerd hè. Nogmaals, want ik had er al toe gezongen. En gisteren mijn neefje, die had ik ook al gefeliciteerd, maar nogmaals gefeliciteerd. En vandaag mijn vader, dus ook nogmaals gefeliciteerd. En ik ga gewoon even lekker hier genieten van toch hele mooie uitzicht hier bij Desida. Ik denk het wel.
geen perziken wat Paul dacht, maar appeltjes en peertjes. Oké. En dat wil hij graag zaaien, omdat hij niet weet of het eetbaar is, maar dan zullen ze nog steeds niet eetbaar zijn. Maar... 16 juli. En Paul is lekker aan het tuinieren. Brandnetels omknippen en zo. En heeft eerst al een aantal acacia's uitgespit van die kleine uitlopers. En hij is bij de druiven is hij bezig geweest. Allemaal blaadjes eraf knippen om de druiven te laten rijpen. En hij kwam er net achter dat dat heel goed was. Toen had hij het al gedaan. Hij heeft dus goed gevoeld dat dat beter was. Dat ze konden rijpen op die manier. En hier is hij meer licht aan het maken in ieder geval voor deze kastanjeboom. Want die is helemaal het licht aan het groeien. Ik ga deze tak weghalen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk gewoon dit is deze boom. Nou, dat is één tak waarschijnlijk grond die kant op gaat. Mm. Ik denk... deze moet weg. Mm-hmm. En dan moet die tak weg, denk ik. Want daar weet ik niet of het bij kan komen. Deze tak. Mm. Dat is nog wel een redelijke boom, maar dat moet goed bij komen. Deze kunnen we sowieso weghalen. Ja. En dan in najaar, om die boom licht te geven, moet er een, deze hele tak eraf. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar dat kan nu niet. Dat is natuurlijk niet leuk. Nee, in het najaar, in augustus zeiden we toch? Ja, net na de pluk. Maar je kan wel een stukje eraf halen nu dan. Ja, als het doodhout. Oké. Hij heeft al een aantal van de acacia dingen weggehaald ook. Nou ja. Het moet maar, hè, want anders heeft mijn boom echt gewoon geen licht. Ja. En dan te bedenken dat we dit al een keer hebben gedaan ook, op deze manier. Ben je aan het brandnetel hakken? Ja. Oké. Om uiteindelijk die tak weg te kunnen halen. Ja, de brandnetel zit in de weg. Ja. Lijkt wel zo'n Japanse vechtsportkunstenaar. Hm? Je lijkt wel zo'n Japanse vechtsportkunstenaar. Ja. Nog één extra? Nou, ik denk het wel, hè? Om hem echt ja, te... denk het wel. Heel zonde, maar het is even niet anders. Dus dan heeft hij dadelijk nog geen licht, inderdaad. Ik ben vooraan een beetje aan het onkruid knippen en trekken geweest, maar ik heb ook hier een pad gemaakt, even die kant op. En met dat pad was ik van de week al begonnen, maar dat heb ik nu dus af weten te maken in ieder geval. En hier kan hij nog niet zoveel, wel wat doodhout weghalen en misschien wat kleine acacia's weghalen. Maar we moeten nog even geduld mee hebben, maar we hebben net gelezen dat het... het beste is in augustus, net na de pluk, om de notenbomen te snoeien. Dus dat is al beter dan oktober. Nou ja, die achterste 2-3 mogen wel blijven wat mij betreft. Maar die hiervoor bij die tafel, zeg maar, net achter die tafel, die moet gewoon weg. Die wil je weg hebben? Ja. Dat zijn nog lang geen volwassen exemplaar, dus dat zijn gewoon jonge acaciaatjes. En Paul was hier eerder vandaag ook al wat bezig geweest. Hier ook nog even dood hout aan het snoeien. Ja, ook irritante brandnetels die mij in de last gevallen. Ja, zoiets. Er zijn niet zo heel veel, hè? Nee, er gingen hier ook nog druiven komen net achter. Dus. Dit zijn mooie trosjes, zo, deze. Mm-hmm. Dit ook, dit is op zich mooie trosjes. Ja, ja. Ik hoop dat... Hey, wie we daar hebben. Kijk nou, wat joh. Waar kom jij nou weer vandaan? Uit de struiken. Even kijken hoe het hier gaat, jongen. Hm? Ja. Ja, van de week heb je zomaar je vlees gedeeld met de kittens, hè?
Inmiddels begint het hier ook te spetteren. Nu maar hopen dat het niet zo erg wordt als in Limburg, een stukje Noord-Brabant, Duitsland en België. Maar goed, in ieder geval, ik zag het wel aankomen. En nee, ik ben er zelf niet blij mee, maar voor het land ben ik er maar wat blij mee. Ik kan echt wel weer even wat water gebruiken. De postdraak kwam dus nog met twee dingen, één van Paul en één van mij. Maar we moeten dus nu al invoerrechten betalen. Terwijl het allemaal besteld is voor 1 juli. Paul kreeg van de week al een e-mail, want dat lukte allemaal niet. Maar dat is weer een ander pakketje geweest dan wat hij nu heeft gehad. Ja. Maar het is natuurlijk bizar als ze duidelijk zeggen, hè, bestellingen vanaf 1 juli. En dat, als je het daarvoor bestelt, dat het ook al... Ik heb ook al wat gehad waarbij het niet zo was. Maar goed, in ieder geval gaan we eens even kijken. Want er stond al solar light, geloof ik, toch? Ja, goed. En deze dat het hier rozen zijn. Ja, dat kan. Dan gaan we eens even kijken. Ja, zo te zien zijn dit hier rozen in de rozen in. Ja. En daar hebben we er eentje. Het is er een dus. Moet even een beetje uit elkaar vouwen. Wat zei je? Hij moet wel uitvouwen. Wat zei je, Paul? Drie roodjes zo te zien. Ja, per ding dan, zeg maar. Want ik heb er hier dus nog een. Ik dacht dat het 5 of 6 rozen losse rozen had, maar er zijn 2 rozen gecombineerd op de... Nou, hier zitten er wat meer op, geloof ik, nog. Ja, uitvouwen is allemaal. Wat zei je, Paul? Uitvouwen is allemaal. Maar goed, in ieder geval de roosjes dus. Ik vind ze wel heel mooi, moet ik zeggen. Ze zijn mooi. En dan is dat bovenop zeker de lampjes, denk ik, dit dan. Dat zal dan... nee, niet dat... Moet je het even aanzetten? Zal ik even aanpakken? Wacht even hoor. En even kijken of het mij lukt om... Nou ja, nee, het zijn de bloempjes zelf die licht geven. Laters.